Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Klaas Verkruijsten en ik neem je deze week mee in een paar fotografietips. En ik ga je uitleggen waar ik naartoe ga voor de eerste Klaas komt kieken bedankt tour of zo. Ja, dat is misschien nog wat overdreven. Het is vooral een experiment. Maar ik wil wel echt jullie bedanken voor het volgen van dit kanaal. Een paar weken geleden gingen we over de 50.000 abonnees heen. Ja! 50.000 abonnees! Het is gelukt! En daar ben ik super blij mee en ik heb beloofd, ik ga het terug doen. Zometeen ga ik vertellen wat ik precies ga doen. Ondertussen, als je nog geen abonnee bent, zou je dat even willen doen. Het is helemaal gratis. Zet het belletje even aan, dan weet je precies wanneer ik een nieuwe video online zet en kan je hem gelijk gaan bekijken. Het is echt helemaal gratis. Dus please doe dat. We gaan onderweg naar de 60.000 abonnees. En bij 60.000 moet ik weer wat nieuws verzinnen. En in de tussentijd probeer ik dus mijn bedankje voor die 50.000 voor elkaar te krijgen. Zometeen er meer over. Nu eerst fotografie. Ik heb vandaag 3 tips voor je om betere foto's te maken. De afgelopen weken heb ik best vaak die vraag gekregen van: hey Klaas, kan je wat tips geven naar aanleiding van de foto's die ik maak met Klaas komt kieken? Vind ik super leuk om te doen. En nou ja, weet je, als jullie erom vragen, waarom niet een paar tips geven om betere foto's te maken? Ik bedoel, ik ben zeker geen expert op het gebied van foto's, maar ik kan er wel wat over zeggen. Ik ga 3 vrij basale tips geven, maar misschien heb je er toch wat aan om betere foto's te maken. Want als je erop gaat letten op deze tips, dan weet ik zeker dat de kwaliteit van je foto's omhoog gaat. Ik heb een aantal proeffoto's gemaakt. Dat heb ik gedaan met deze camera, die nu aan het filmen is. Ik zal hem eventjes zelf ook filmen. Even kijken. Leuk hoor. Ja. Dat is deze camera. Daar zit een 16 mm lens op. Het is wat ze noemen een cropcamera. Dat betekent dat de chip, zeg maar, de gevoelige plaat wat kleiner is. En dan krijg je een soort vermenigvuldigingsfactor. Dus die 16 mm, deze lens, die komt eigenlijk neer op ongeveer 35 mm. Dat is dan wat ze noemen de focale lengte. Dus hoe wijd of hoe close het beeld is. Die heb ik daarvoor gebruikt. Deze foto's zijn niet bewerkt nog. Zijn puur bedoeld om te laten zien wat ik bedoel. En mijn eerste tip gaat over licht. Ik vind het heel erg belangrijk om altijd van tevoren te bedenken: waar komt mijn licht eigenlijk vandaan? Als ik iemand wil fotograferen, waar komt dat licht vandaan? Kijk, deze foto bijvoorbeeld is een foto waarbij het licht van buiten behoorlijk in de weg zit van mijn hoofdonderwerp. En dat ben ik in dit geval zelf. Je ziet dat de achtergrond best wel uitgefikt is. Het is gewoon echt heel fel licht. En ik zelf ben een beetje donker. Nou, dat kan ik nog wel een beetje repareren. Ik ben overigens in het programma Lightroom hier aan het werk. Ik kan een beetje dat wat donker is naar voren halen. Maar het blijft een beetje lelijk nog. Weet je wel? Het is echt mooi wordt het niet. En dat komt omdat die achtergrond compleet is uitgefikt. Om ervoor te zorgen dat ik zelf nog een beetje normaal in beeld kom. Dit kan je gebruiken als je bijvoorbeeld silhouetten wil maken. Wat je dan doet is die voorgrond nog veel donkerder maken. En dan word je eigenlijk, zeg maar, een silhouet. Het nadeel is alleen in deze foto, op de achtergrond is geen reet te zien. Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken als je een prachtige ondergaande zon hebt. En jij staat ervoor dat je er gewoon voor kiest om zelf, bammetje, helemaal zwart te zijn. Dat je wel kan zien dat je bent, maar dat je vooral geniet van die prachtige zonneflares. Kijk, als je nou gewoon een hoofd netjes wil belichten, dan moet je gewoon aan de andere kant gaan staan. Dan krijg je namelijk dit. Zelfde plek eigenlijk, alleen de camera staat precies aan de andere kant. En je ziet gelijk al, het licht valt prima binnen. De achtergrond is wat donkerder, maar het gaat eigenlijk om de persoon die erop staat. Nou, die achtergrond die kan je altijd wel een beetje omhoog helpen nog. Zo. Okay, ik doe nog een klein beetje aan hooglichten, zeg maar. Overigens, Fuji heeft eigen filmprofielen, dus die wil ik er nog wel eens inknallen. Het levert net even een ander beeld op. Vind ik altijd net iets spannender. En dan zie je al, zeg maar, van oké. Okay. Prima, weet je wel, voorop staat er goed op. Hij is scherp zo te zien. Even kijken. Ja, scherp. Top. En als je dat vergelijkt met deze, nou ja, dan mag het wel duidelijk zijn welke foto, als het gaat om, je wil die persoon goed in beeld brengen, beter werkt. Als je nou nog wat spannender wil maken, kan je er natuurlijk voor kiezen om het licht niet van de voorkant te laten komen, maar van de zijkant. En dan krijg je bijvoorbeeld dit. Even kijken, is deze al? Ja, hier. Je ziet dat het licht hier van de zijkant komt in plaats van de voorkant, maar ook niet tegenover je. En dan krijg je dus dat die ene kant een stuk donkerder is dan de andere kant. Dus als ik hem eens een beetje ietsje spannender maak, zeg maar. Zo. Het kan bijvoorbeeld wel goed werken als je... Zullen we even kijken wat er gebeurt als ik zwart-wit doe? Ik ga hem toch ietsjes
Nogmaals, ik heb deze foto's niet gemaakt omdat ze allemaal fantastisch zijn, maar wel om aan te geven van hé, dit kan een spannende beeld opleveren. Je ziet wat ik bedoel. Eén kant van het gezicht is wat donkerder dan de andere kant. Nou ja, je kan daar eindeloos in variëren. Er zijn fotografen die bijvoorbeeld het helemaal laten wegvallen, dat je alleen maar een glimp ziet van die kant, totdat het super duidelijk is. Dat hangt helemaal van je persoonlijke stijl af. Maar realiseer je in ieder geval, waar komt mijn licht vandaan en wat ga ik daarmee doen? Dat was tip nummer 1. Tip nummer 2 heeft te maken met sluitertijd. Kijk, stel nou, dit is die gevoelige plaat waar uiteindelijk de afbeelding, of waarmee de afbeelding wordt vastgelegd. Bij digitale camera's werkt het anders. Vroeger was dit gewoon echt een filmrolletje. Nu is het gewoon een chip eigenlijk die het gelijk opslaat en het omzet in een formaat waar wij mee kunnen werken op de computer. Dit is de gevoelige plaat. Dit is de lens. En dit is zeg maar het gat waar het licht doorheen valt op die gevoelige plaat. Kun je het zo zien? Zo. Zo. Bij een korte sluitertijd werkt het eigenlijk zo. Klik. En bij een lange sluitertijd werkt het zo. Klik. Dan heb je dus veel meer licht op die gevoelige plaat. Wanneer gebruik je dat? Nou, bijvoorbeeld bij sporten. Als dingen heel snel gaan, dan is je sluitertijd vaak heel kort. Om dan in een hele korte tijd die beweging vast te kunnen leggen. En als je bijvoorbeeld de maan wil fotograferen, of de sterren vooral. Dan moet die sluitertijd heel erg lang zijn. Want anders krijg je dat niet voor elkaar. Ik heb ook geprobeerd om dat te demonstreren. Ik ben zelf gaan springen. Nou, hier zie je de eerste foto. Dit is met een korte sluitertijd gemaakt van 1/400ste seconde. Dat staat hier opgeschreven, zeg maar. Bij een ISO van 250. Dus de ISO is zo laag mogelijk. De sluitertijd is 1/400ste. En de diafragma staat op 2.0. Dus dat is eigenlijk bijna het grootste gat van deze lens. En je ziet, ik maak een flinke sprong en ik ben in de lucht. Een klein beetje bewegingsonscherpte hier. Maar over het algemeen is hij gewoon zo goed als scherp. Als je gaat rommelen met die sluitertijd, dan krijg je bijvoorbeeld dit. 1/6 seconde met een diafragma van 16. Dat betekent dat het gat veel kleiner is geworden. Want als zeg maar dit gat lang open staat, dan heb je ook binnen no time een overbelichte foto. Dus dat gaatje wordt dan kleiner. En dan kan die langer openstaan en krijg je toch nog een enigszins normaal belichte foto. Maar je ziet wel, ja, eigenlijk heeft die te lang opengestaan. Je kan niet eens zien wie ik ben. Nou, en eentje verder heb ik nog wat meer geëxperimenteerd. Dan zie je wel heel duidelijk dat ik spring in deze foto. Mijn gezicht is nog eens gezet, er zit heel veel beweging in. Nou, dit is iets waar je zelf mee kan spelen. Totaal naar je eigen smaak. En nou, ik heb deze camera ervoor gebruikt, maar dat kan ook met je telefoon. Ik zal een linkje eventjes in de beschrijving zetten naar een app die je kan gebruiken, waarin je je eigen sluitertijden kan bepalen. Dan moet je bijvoorbeeld de camera vastzetten, je zet de sluitertijd vast, je drukt op zelfontspannen en voor je het weet heb je een toffe foto gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd of jullie hier wat mee kunnen. Dus, korte sluitertijd. Hele lange sluitertijd. Ik heb hem op een statief staan, dus de rest is scherp. Maar je ziet het, ik ben totaal een veeg. En dit zit er een beetje tussenin, waarin er heel veel beweging is en toch zie je mij. Nou, bijvoorbeeld in actie kan het heel tof zijn dat je nog net wel ziet welke persoon in de actie zit. Maar dat je ook voelt dat er heel veel snelheid in het plaatje zit. De derde tip. En die heeft te maken met achtergrond. Eigenlijk compositie. Hoe maak je je foto? In welke omgeving maak je je foto? Nou, er zijn ook weer 100.000 mogelijkheden. Er is eigenlijk ook geen goed of fout. Maar dit is er wel eentje waar je op moet letten. Ik heb een foto gemaakt van mezelf. Gewoon met de achtergrond van dit bureau hier. En je ziet, het is best wel een soortje. En stel nou, je wil een mooie rustige foto maken. Dan is dit niet helemaal de beste oplossing. Hè? Je ziet veel zooi, veel rommel. Wat je kan doen, is even een ander plekje zoeken door even met de camera te schuiven. In dit geval heb ik een andere lens gebruikt, een 35mm lens. Als je dat omrekent, heb je een 50mm lens. Ik heb dat gedaan, omdat ik in deze ruimte niet heel veel plek zonder zooi heb. Maar als je dat doet, dan krijg je in één keer dit. En dan zie je dus dat die achtergrond niet alleen mooi onscherp is, maar ook gewoon rustig. Nou, zo simpel kan het dus zijn. Gewoon even kijken, wat heb ik verder nog in mijn achtergrond staan, nog los van de voorgrond, van datgene wat je graag wil fotograferen. Het gaat natuurlijk om jou. Wat wil jij bereiken met die foto? Zo'n soortje kan misschien heel goed vertellen van, oh ja, dit is Klaas, dit is zijn studio en in deze omgeving wil ik hem graag laten zien. Maar je kan ook denken, hey, ik wil een foto maken gewoon van die jongen. Dan is het handig dat die achtergrond niet zo afleidt. Keuzes moet je allemaal zelf maken, maar ik wilde je gewoon met deze kleine videotutorial even bewust maken over de keuzes die je hebt. Sluitertijd, waar komt het licht vandaan en in dit geval, wat is er eigenlijk in de foto te zien? Ik wil jullie uitdagen om foto's te maken. In de beschrijving zet ik een mailadres waar je foto's heen kan sturen. En ga eens aan de slag met deze drie dingen. Belichting, sluitertijd
en compositie. Jullie kunnen het ongetwijfeld veel beter dan ik. Ik ben heel erg nieuwsgierig waar jullie mee komen. Oké, Klaas komt kieken. De bedankt tour die vooralsnog maar één date heeft, omdat het één groot experiment is. Ik ga als eerste naar drumroffel. Nog een drumroffel. Nog een drumroffel. Utrecht! Dat is de eerste plek waar ik heen ga. Utrecht stond in de top 5 van meest aangevraagde plaatsen. Andere plaatsen zijn natuurlijk ook heel veel genoemd. Kom ik nog op terug, maar ik wil gewoon een kleine start maken. Op dinsdagmiddag 8 mei ga ik naar Utrecht toe om daar foto's te maken. De details volgen nog. Daar heb ik ook nog de tijd voor, want het duurt nog een maandje. Maar als jij in Utrecht woont, dan weet je in ieder geval die dinsdagmiddag, dan ben ik daar. Ik heb er heel veel zin in. Het lijkt me super tof om jou even te ontmoeten en even te kletsen over fotografie misschien, of over het YouTube-kanaal, of over andere dingen. Dinsdagmiddag 8 mei Utrecht, dat is de eerste Klaas komt kieken, de bedankt tour. En als je nog geen abonnee bent, dan wil ik je bij deze uitdagen om dat even te gaan doen. Word abonneer. En als je nog geen abonnee bent, dan wil ik je bij deze uitdagen om dat toch even te doen. Het is helemaal gratis. Zet het belletje aan en je krijgt gewoon automatisch een signaal als er weer een nieuwe video is. Volgende week een nieuwe Klaas komt kieken. Ik heb Quint's ding op de foto gezet. Quinty is een leuke foto geworden, vind ik. En het was super lach om bij haar te zijn. Dus dat zie je aankomende maandag hier op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.